Thomas Breels, van harte gefeliciteerd. WK historie geschreven, Belgische sportgeschiedenis geschreven hier vandaag door het bereiken van die finale. Hoe groot is dat besef bij jullie? Ik denk wel. We zijn super blij natuurlijk. Het was echt ons doel om de laatste wedstrijd hier te spelen en voor goud te gaan. Maar ik denk dat we wel geleerd hebben uit onze fouten van afgelopen toernooi. Dus we willen nog niet gaan zweven. We blijven met de voetjes op de grond. Ik denk dat we echt tevreden mogen zijn over de wedstrijd 6-0. Een paar wereldgoals gemaakt, goede corners en verdedigend alles dichtgehouden. Dus daar mogen we best tevreden over zijn. Maar er wacht nog één hele zware pot morgen tegen Nederland of Australië. Dus ik denk dat we snel moeten herstellen en klaar zijn voor morgen. Hoe belangrijk is het vandaag om in die halve finale ook de nul te houden, hè? Ook met het zicht op morgen? Is dat belangrijk voor het vertrouwen ook? Ja, het is altijd wel, dat is fijn natuurlijk, maar we moesten gewoon de wedstrijd winnen. En morgen is een nieuwe wedstrijd, dan begint iedereen terug van nul. Dus eigenlijk maakt niet veel uit hoeveel je hebt gescoord in de poules of in de kwartfinales of de halve finales. Wat je hebt gedaan op toernooien, sta je in de laatste wedstrijd en iedereen begint terug op nul. En dat is weer een wedstrijd op zich. En die wedstrijd wordt gewoon binnen de 24 uur gespeeld, dus je moet zorgen dat je er klaar voor bent. Je speelde vandaag met rouwbanden om, vanwege het overlijden van de vader van Simon Gougnard. In hoeverre speelde dat ook een rol tijdens de wedstrijd? Ja, tijdens de wedstrijd denk ik niet, maar vandaag was wel in teken van hem en zijn vader en zijn familie. Onze gedachten zijn bij hem. We zijn toch een kleine familie geworden die dicht naar elkaar toe groeit. En als er dan zoiets gebeurt, dat pakt je wel. En we hebben tegen elkaar gezegd dat we er echt voor elkaar wouden zijn vandaag, zeker voor Simon. En echt laten zien dat we zijn rug hebben en wat er ook gebeurt, dat we vechten voor hem. En we wou gewoon echt een goede job doen vandaag. En sorry dat hij trots was en dat zijn vader trots kon zijn. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. Ja, hij scoort dan schitterend. Dat is een bijzonder moment, hè, daarna? Ja, dat was kippenvel moment. Dus echt, iedereen gunde hem zo hard. Zo'n jongen die alles voor het team geeft, altijd strijd voorop. Iemand die ons ook door moeilijke momenten al heel vaak heeft gesleurd. En als die dan zo een goal kan maken op dit moment en als we als team dit voor hem kunnen doen, dat is gewoon een speciaal moment dat je niet vaak meemaakt in je leven. En ik denk dat je een beetje in het team moet zijn of erbij moet horen om dat echt volledig te beseffen. Ja, wat nu wacht, hè, is die finale van morgen. Je zei het al, amper 24 uur tot aan dat duel. Achter jou maken Oranje, Nederlands elftal en het Australië zich op voor hun halve finale. Heb jij een voorkeur, Thomas? Goh, ik heb geen voorkeur. Ik heb natuurlijk heel goede vrienden in het Nederlands elftal zitten. Dus ik gun die jongens altijd het beste en het hoogste. Buiten als ze tegen ons spelen, en dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar of het nu Australië of Nederland wordt, ik denk dat het een super spannende wedstrijd gaat worden. Ze gaan alles moeten geven, beide teams. En het is echt 50-50, denk ik. Het kan aan beide kanten op gaan. Ik zeg het, de jongens die ik goed ken, gun ik het beste. Maar ik heb niet echt een voorkeur Australië of Nederland. Op naar morgen, Thomas. Dankjewel. Ja, thanks.